dagelijks op HollandTalk 24 de beste reportages en documentaires over geschiedenis. In Avro Close-up, een koninklijk portret van volksschrijver Gerard Reve. Ze willen dat ik schrijf voor de vooruitgang. Maar ik kan niet schrijven zoals zij, al stam ik van hen af. Ik moet de wijken van het volk in en mijn oor te luisteren leggen. Zo hoor je nog eens wat. Wat wil het volk? Niet veel goeds, dat is zeker. Dus ga ik de straat op met mijn eigen vaandel, waarop geschreven staat: vrijheid, ziekte, ouderdom, lang leven de dood. In de schrift staat: de mens zijn gegeven 60 jaren. Zo hij zeer sterk is, 70 jaren. En wat daarna komt, is moeite en verdriet. Staat in Gods eigen woord. Dus zo is het. Als ik mijn leven na mijn volwassenwording en mijn loopbaan van schrijver, thans, nu ik al een flink eind voorbij dat punt gevorderd ben waarop de dood zichtbaar wordt, in een samenvattende terugblik mag beschouwen, dan zie ik dat de ontwikkeling van mijn kunstenaarschap gekenmerkt wordt door felle strijd. Nou word ik 75 jaar en daar moet werk van gemaakt worden. Dat moet voor de uitgeverij en dat moet voor de televisie en dat moet voor de verkoop van de boeken. Dat is absoluut noodzakelijk. Maar ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het afschuwelijk. En ja, als je nou 60 wordt of 65 of 70 wordt, dan kan je het nog afhouden. Maar 75, dat is het getal. Ik ben van mijn vroegste jeugd af voorbestemd geweest een romantisch, decadent proza-schrijver en dichter te worden in een land waar nog de romantiek, nog de decadentie ooit gebloeid hebben. Laat staan een traditie hebben kunnen vormen. Ik weet dat mijn werk een bepaalde waarde en geldigheid bezit. Maar ook dat deze waarde en geldigheid nergens overtuigender zouden kunnen blijken dan uit het werk zelf. Een schrijver die laat een plank boeken na, maar er zijn een aantal boeken die de geschiedenis winnen, die dus blijven bestaan, maar niet alle boeken. Kijk, je moet werk maken, je moet het goed maken, je moet het goed corrigeren. Je moet het werkelijk loslaten als je denkt dat is het beste wat ik maken kan. Dat is je plicht. Meer hoeft niet. Want ik wil de mensen niet even zoveel laten betalen voor iets waarvan ik weet dat het minder waardig is. Met mijn naam die ik gevestigd heb, begrijp je. En ik schrijf een boek wat, om een beetje gehoord te zeggen, kut met peren is. En die daar 30, 40 gulden voor betalen. Dat is oplichterij. MUZIEK
Mijn ouders leerden elkaar kennen in de socialistische beweging. Tijdens hun verlovingstijd moest mijn vader onder dienst en zou dat door mobilisatie tijdens de Eerste Wereldoorlog nog jaren moeten blijven. Zij trouwden in 1916 te Almelo. In mei 1921 werd in Amsterdam mijn broer Karel geboren en op 14 december 1923, eveneens te Amsterdam, ik. Nu dan, lieve jongens en meisjes, ik heb niet zoveel te vertellen, maar ik ga een aantal gedichten voorlezen. En ik heb uit de verzamelde gedichten een mooie keuze gemaakt. Dingen die voor iedereen te begrijpen zijn en dingen die ook wel ontroerend zijn. En er zijn ook dingen die heel tragisch zijn. Want als het niet tragisch is, dan is het niks waard. Dat weten we toch. Het eerste gedicht, ze dateren van enige tijd geleden. Droom is uit 1962, toen mijn moeder pas gestorven was. Is mijn stem duidelijk te verstaan? Dit gedicht heet Droom. Vannacht verscheen mij in een droomgezicht mijn oude moeder, eindelijk eens goed gekleed. Boven het woud waarin zij met de dood wandelde, verhief zich een sprakeloze stilte. Ik was niet bang. Het scheen mij toe dat ze gelukkig was en uitgerust. Ze had kralen om die pasten bij haar jurk. Zo revolutionair als het milieu waaruit ik stam geweest mag zijn, de foto's uit mijn jeugd zijn even onnozel, kleinburgerlijk kan men haast zeggen, en daardoor ook natuurlijk aandoenlijk, als die uit elk ander willekeurig doodgewoon gezin. Maar ons gezin was geen gewoon gezin. Dat heb ik altijd zo smartelijk gevoeld. Ons leven stond namelijk in dienst van de wereldrevolutie, om het maar eens heel eenvoudig te zeggen. Mijn moeder dacht dat ik dichter werd. Dat wist ze absoluut zeker. En ze bewaarde gedichtjes voor me. En ik, het vervelende was dat als ik iets opschreef thuis, dan, en ik verborg het niet, dan pakte mijn broer het en die verscheurde het. Dat heeft hij tot mijn 20ste, 30ste altijd gedaan. Zoals ik al zei, ben ik in Amsterdam geboren en wel in de Van Halstraat nummer 25 1 Hoog. Maar van dat adres heb ik geen enkele herinnering. Want ik zal niet veel ouder dan 1 jaar geweest zijn toen we verhuisden naar de toen allernieuwste uitleg van Amsterdam, het tuindorp Watergraafsmeer. Ook wel onofficieel Betondorp genoemd. Waar zich het grootste deel van mijn jeugd heeft afgespeeld. Over deze hele buurt, de huizen, tuinen, daken, straten, pleintjes, heeft altijd voor mij een sfeer gehangen van onpeilbaar diepe, onontkoombare weemoed. Laat elke hoop varen, gij die hier opgroeit. Aldus zou ik mijn gevoelens kunnen samenvatten. Vrees, gevaar, eenzaamheid. De huizen, even zoveel grotten en holen, bewoond door onberekenbare demonen. Dat is eigenlijk mijn jeugd. Al kan ik met de beste wil van de wereld niet verklaren waarom het zo is. Evenmin als ik zou kunnen verklaren waarom ik eigenlijk in mijn leven niet één gelukkige dag gekend heb. Ik zal je een geheim verklappen wat ik niemand verteld heb. Ik heb maar 1 keer zelfmoord gepleegd. En dat is niet gelukt. En toen ben ik van een hele hoge brug afgesprongen. Maar ik was vergeten dat ik zwemmen kon. Zo zit dat. En welk jaar spreken we nu van? Even
Even kijken. Ik denk dat het 1940 was. Of 1941. Ja. En kan je je nog goed herinneren wat de motieven waren om dat te doen? Ja. Welke? Nou, dat ik aldoor verliefd was op jongens. En dat ik wist dat het ongeluk was en dat het verschrikkelijk was. En ja, dat was het eigenlijk. Dat ik dus beter... dat je zo niet meer door het leven kon. Heb je daar met iemand ooit over gesproken? Toen? Ja, toen natuurlijk wel, want er kwam politie aan te pas, want ik was uit het water getrokken. En iedereen was overstuur en mijn moeder was overstuur. En toen kwamen ze op het idee om... ja, dat moest toch, dat zei de huisarts ook, er moet toch een psychiater aan te pas komen. En toen kwam ik door Gods genade kwam ik niet terecht bij Grebel. Die zelf getikt was helemaal. Die vrouw was niet goed wijs en die man was ook niet goed wijs. Dat was een Freudiaan. Maar ik kwam bij een Jungiaan, dokter Schuurman. En die heeft die bekentenis er heel lang praat over alles en nog wat. En hij wist het meteen. Maar toen kwam ik ermee. Met zo'n vuurrood hoofd. Hij zegt, ja. Hij zegt, ik wist het wel, maar... het is beter dat u het zelf vertelt. Dat is een goed teken. Hij zei alleen maar... u moet schrijven. U moet schrijven. U moet niet in een hoekje gaan zitten. U moet zijn die u bent. En er zijn wel meer mensen homoseksueel. En dat heeft me geweldig aangemoedigd. Men behoeft echter niet geheel weerloos aan het verleden overgeleverd te zijn... als men erin zou kunnen slagen het te overmeesteren, te onderwerpen, te bezweren... door het op schrift neer te dwingen. Na de novelle De ondergang van de familie Boslowitz schreef ik... In de winter van 1946 op 1947, ik woonde toen al jarenlang in een andere buurt, schreef ik in een paar maanden met tegelijkertijd koortsachtige en nuchtere bezetenheid dat zonderlinge boek, De Avonden. De Avonden dat tot mijn verbazing onmiddellijk na zijn verschijnen een literair succes wordt en nog steeds is gebleven. Godverdomme, hou schoonmaken, een wijnvlek krijg je er heel moeilijk uit. Het is geen wijn, godverdomme! Geen wijn. Wat is het dan? Nou, die man zegt nog appelbessen, wijn. Hij vraagt nog aan zijn vrouw, heb je nog van die wijn staan? Ja, sap, dat is vruchtensap! Ja? Bereid uit een sap van vers geplukte, eerste kwaliteit, goudrenetten en rode bessen. Bessenappel! Het woord zegt het trouwens al, vruchtenwijn! Kijk, elk beeld is wezenlijk vertekend. Als mijn vader bijvoorbeeld zegt dat het beeld dat ik van hem geef in de avonden vertekend is, dan kan ik dat niet ontkennen. Want elke beschrijving op zichzelf is eigenlijk al een vertekening, een accentuering, een vervalsing ten dienste van de waarheid. Gerard is 100% eerlijk. En hij verdampt het om zich anders te laten zien dan hij is. Anders dan, zoals hij zegt, dan hij gemaakt is. Zo is ook bijvoorbeeld het beeld dat mijn vader in alle toegenegenheid van mij geeft ook lichtelijk vertekend. Want ik kan u wel verzekeren dat bijvoorbeeld met die eerlijkheid en met die oprechtheid nog niet zo erg gesteld is. Omdat ik gelukkig nog in het bezit ben van een behoorlijke gezonde dosis huichelarij en comediantendom. In 1949 trouwde ik met de dichteres Hanny Michaelis. Maar wij scheiden weer ongeveer 7 jaar later. Ja, toen we elkaar beter kenden, we zijn trouwens ook vrij gauw getrouwd. Ik verkeerde altijd in de veronderstelling dat hij veel van muziek hield. Dat zei hij zelf ook altijd. En speciaal was hij zo dol op Bach, zei hij altijd. En ik speelde dus piano en ik vond dat
Leuk dan, als hij luisterde. Maar eigenlijk luisterde hij zelden. Maar wel wou hij vaak als we mensen op bezoek kregen. En vooral als hij dacht dat het mensen waren van een keurige familie. Wat hij altijd erg belangrijk vond. Dan probeerde hij mij altijd te dwingen om aan de piano te gaan zitten. Dat wil zeggen, dus zodra ze belde, ik werd van tevoren geïnstrueerd. Zodra, bij de eerste bel moest ik onmiddellijk achter de piano vliegen. En Bach beginnen te spelen totdat ze binnen waren. Want, zei hij, dan kunnen ze zien dat wij ook niet van de straat zijn. Na uw huwelijk bent u naar Engeland vertrokken. Ja. Waarom? Omdat ik een taal wilde eigen maken die een wereldtaal is. En ik dacht dat je dan in plaats van 2000 exemplaren wel 200.000 kon verkopen. En ik hield van Engeland en de Engelsen. Ik vond het een heel, heel romantisch volk. Buitengewoon hulpvaardig volk. U heeft daar een acteursopleiding gedaan? Ja. En die opleiding die is heel goed geweest. Want toen ontdekte ik dat de wetten van het toneel of van de film dezelfde wetten gelden ook voor het verhaal in proza. Een boek schrijven, het is verstandig om een schema te maken, om te kijken wat het wordt. En je moet je ook aan het schema houden. En er is nog een andere wet, dat er eigenlijk niets onverwachts mag gebeuren in het boek. Je kan beter zeggen, hij wist niet dat dan en dan dat en dat zou gebeuren. Dat is dan nog beter dan wanneer je met iets komt wat helemaal niet aangekondigd is. Dus het verbod van het onverwachte. Als het zover is in het boek, dan geven de mensen een tik op de tafel. Zeggen ze, dacht ik het niet. Daar moet het toch naartoe gaan. En dat is ook de bedoeling. En dat geldt ook voor het toneel. Dat heb ik in Engeland geleerd. Nou, dan hebben we hier dat Volkswagentje hebben we gehad. En dan krijgen we hier, dat is een Volvootje. Wacht even. Op deze foto uit het Parool ziet u hoe prinses Beatrix verleden week in Amsterdam haar auto, die toen nog heel was, parkeerde op een plek waar parkeren verboden is. Ach god, die schat. Had zeker geen kwartje voor het parkeermeter. En die staat nog helemaal scheef ook, dat wagentje van er. Maar ja, het is ook moeilijk hè, als je helemaal geen normale jeugd hebt gehad. Hè. De Staatsprijs voor Letterkunde 1968 is vanmiddag in het Muiderslot door minister Klompé uitgereikt aan Gerard Cornelis van het Reven. Minister Klompé had nog eens de pleitrede gelezen die Van het Reven in 1967 voor het Amsterdamse gerechtshof hield. Ik trek hieruit conclusie. Dat ge uzelf ziet als een instrument in dienst van een hogere macht, zodat ge te midden van mensen, en ik citeer weer op de helft van de ware grootte, een leven moet leiden dat u zwaar valt en eigenlijk te zwaar. En ik dacht, als die vrouw het niet hoog in haar hoofd heeft en als ze geen verbeelding heeft en als het een aardig mens is, dan krijgt ze op dit grote beslissende moment voor mij, krijgt ze een zoen en dan krijgt ze er twee. En natuurlijk heb ik daarbij gedacht, want de menselijke motieven zijn nooit zuiver, heb ik gedacht aan de pers en heb ik gedacht aan de foto op de voorpagina zoen voor die minister, want ik heb een winkel en ik heb een handel. Maar Maar heb ik haar excellentie geschreven, dat mag allemaal wel zo zijn, maar u had uw twee zoenen niet gekregen als ik u een tang en een trut gevonden had. En dit is een gedicht uit van 20 jaar geleden of 25 jaar geleden. Dat is gericht tegen de paus van die tijd, niet deze huidige paus, waar ik een grote bewondering voor heb. Maar het heet 1973 dus, De Blijde Boodschap. Ik zat met kloppend hart voor de kleurentelevisie en dacht,
Zijne heiligheid zal toch wel gewag maken van het toenemend verval der zeden? En ja hoor, nauwelijks was hij begonnen of ik hoorde al... Decadentia, immorale, multifilti corti rocchi, influenza filmi in cinema bestiale, contra sacrissima matrimoniacale, criminale, atheistarum rerum novarum, et cum spiritu tuo, cortomo, niks aan de hand. Het was jammer dat het zo kort duurde. Maar toen het uit was, was er fijne muziek van het leger. Ik vind dit leven al geweldig. En straks nog het eeuwig leven in de hemel. Je vraagt je wel eens af, waar hebben wij het aan verdiend? Als de paus, zoals vorige week gebeurde, in Rome in een toespraak tot een aantal journalisten een pleidooi heeft gehouden tegen de pornografie. Wat is zo'n verklaring dan voor jou waard? Je moet het zo zien, de Rooms-Katholieke Kerk, de Katholieke Kerk is het katholicisme is het ware geloof. Je moet natuurlijk een sterke maag en een goede spijsvertering hebben. Maar de Katholieke Kerk is een heerlijke kerk, maar is ook, en u hoeft hier alleen maar om u heen te kijken, is ook een poppenkast. En in een poppenkast moet je ook een Jan Klaassen hebben. En de functie van de Jan Klaassen, die vervult deze paus. Deze man doet wat van hem verlangd wordt. Hij zegent automobielen, jachthonden, bromfietsen. Hij ontvangt deputaties van huisvrouwen. Hij ontvangt pelgrims die de laatste 25 kilometer met rauwe of gekookte erwten in hun schoenen gelopen hebben of achterwaarts gelopen hebben. En dan spreekt hij die mensen toe en dan zegt hij hoe het verderf om zich heen grijpt in film, televisie en overal. En hoe de rokken van de dames maar steeds korter worden. En dat is heel goed dat hij dat zegt. Ik bedoel, dat is noodzakelijk, hè? Dat is de voorzienigheid, die wil dat zo. En daar is iedereen tevreden mee. Maar er hoeft niemand zich maar ook iets van aan te trekken. Paradijs. Ik was een heel erg grote beer die toch heel lief was. God was een ezel en hield veel van mij. En iedereen was erg gelukkig. Want weet je wat ik ook zo fijn vind van die kloeke boeken van je? Dat je nog zo aardig over mij schrijft ook. En over mijn moeder zulke lieve dingen schrijft. Nou, ik ben blij dat u er zo over denkt. Want daar beneden, op aarde, zijn ze het echt niet altijd met u eens hoor, als u dat soms dacht. Weet u wat ze van mij gezegd hebben? Dat ik een godslasteraar ben. Dat ik u in mijn boeken belasterd heb. Wie beweert dat? Wat? Nee, dan moet je ook man en paard noemen. Twee van uw eigen bisschoppen. Ik kwam een paar dagen geleden kwam ik kunstbroeder Simon Carmichelt in de stad tegen op weg naar een etablissement. En hij zei tegen me, hoe gaat het? Ik zeg, ja, nou heb ik al die jaren heb ik gevochten. Nou heb ik die godslasteringszaak, die heb ik zegevierend ten einde gebracht. Ik ben door het gerechtshof en de Hoge Raad van alle blaam gezuiverd. En nou begint dat gemieter en het gemijer en het gezeik, dat begint maar weer helemaal gewoon van voren af aan. En toen zegt hij, Gerard, je hebt het over die Harmsen en die Van Dis en die jongeling. Ik zeg, ja. Hij zegt, Gerard, ik dacht dat die Harmsen, die Van Dis en die jongeling, dat die bij jou in loondienst waren. Progressief betekent de boel veranderen en de boel afbreken. Progressief betekent wel dat je hard vooruit loopt. Maar je kan ook in een afgrond lopen. Ieder mens is conservatief. En vandaar dat het is een scheldnaam geworden. Maar een conservatief wil niet alles toestaan.
Toch ben je in het verleden veel in opspraak geweest door vrij over dingen te spreken waar men destijds niet vrij over durfde nou, te kijk, spreken. Ik dacht ja, omdat ik me verplicht voelde om ze te zeggen. Jantje kreeg een vlieger, o oh, wat was het ventje blij. Vader zei, het is morgen zondag en dan gaan we naar de wei. Ik ben een acteur, ik ben een comediant, ik ben een charlatan en een clown. Maar het krankzinnige is dat de rol die ik speel, dat ik dat ben. En dat ik vanavond, dat geloof ik in diepe ernst, eigenlijk niets gezegd heb wat ik niet heb gemeend. Ik kwam bij een hooggeplaatst persoon. Ik trad nader tot haar troon. Zij sprak, het werk van Mulles is niks als Vulles. Het werk van Reve, dat is leven. Nu is Mulles zelf de man die ooit eens een theorietje gebruikt heeft over de ironie van de ironie. Dat ging voornamelijk over af en toe ironische, racistische uitvallen van jou. Zoals over de negers die maar spoedig met de Tjoekie Tjoekie stoomboot regelrecht naar de Taka Taka oerwoud terug moesten. Ja. En zijn theorie kwam erop neer, dus dat die dingen dat je die ironisch begint of bedoelt, maar dat uiteindelijk het ironische van de ironie is dat je het ergens meent ook. Bijvoorbeeld, hij zegt, je begint, als je vader geworden bent, begin je heel ironisch aan die rol, maar na een paar jaar is het er ook volle ernst geworden. Dat vond hij ook gelden voor dat soort... Nou, ik heb er ook al die dingen nagedacht. Ik geloof, langzaam maar zeker kan het mij allemaal niet zo verschrikkelijk veel schelen. Ik vind, als je maar in het nieuws bent en als je maar aan de kost komt, begrijp je, af en toe dan trek ik weer eens een register open en steek ik mijn kop weer eens uit het raam. En dan verschijn ik met mijn harses weer eens in het verrekijkruitje. En dan denk ik daar over, en dan zeg ik maar weer iets volslagen krankzinnigs, begrijp je? Het is eigenlijk zaak om zoveel mogelijk verwarring te zaaien in het kamp van de tegenstander. Daar gaat het om. Is nog nauwelijks aangezet. Wordt het een sof of wordt het pret? U zit toch nauwelijks op uw krent? Denkt u, wie is die knappe vent die daar opeens komt naar beneden? Is het Kraaikamp of Adèle of soms Cassius Clay? Nee. Wacht eens heel even. Zie ik het goed? Is het echt waar? Verrek, het is geen kunstenaar. Het is een mens, echt uit het leven. Het is onze eigen Gerard Reve. Een jongen. Hij is mooi in zijn grijze broek. Hij klimt in lantaarnpalen en in bomen. In de hoop dat iemand kijkt. Ik kijk elke dag vele malen lang achtereen. Geknield achter de voordeur van mijn late huis. En tuur door de liefdesperiscoop van het smalle deurvizier. Mijn gelaat tot veilige onzichtbaarheid schuw afgewend. Hoe oud is hij? Hoe mag hij heten? Gaat hij iets leren? Blijft hij in het dorp? Wie kiest zijn kleren? Hoe oud was hij toen voor het eerst een man begerend naar hem keek? En hoeveel mannen zoals ik hebben sindsdien achter een deur of raam geknield naar hem gekeken en zich beroerend tevergeefs gezocht de nutteloze liefdesdorst al plengende te lessen. APPLAUS.
Was je destijds verrast dat je zo omarmd werd door de homoseksuele gemeenschap? Ja, dat zeg jij, dat zegt u, dat het, maar dat is niet zo. Kijk, omdat ik ook het harde en het vrede en het mislukte en het alles aantoonde. Er is geen groep mensen die mij zo geweldig haat als de homo's. Hoe is dat gekomen? Ja, omdat ik laat zien dat het een heel tragisch iets is. En dat je kan zeggen dat homoseksuele relaties vaker mislukken dan de heteroseksuele. Het is geen voordeel om het te zijn. Kijk, je hoeft je niet voor te schamen, maar je hoeft er ook niet trots op te zijn. En je hoort ook niet halfnaakt rond te lopen zoals bij dat... hoe heet dat ding? De gay parade. Godverdomme. Er waren wel een paar mooie jongens bij. Maar er waren ook vieze dikzakken die dachten als ze... alleen maar met een beetje naaigaren om, weet je wel... zich mochten vertonen. Dat was echt beschamend. Dat was echt onkuis. Mijn moeder wist het. Maar vertelde het niet aan mijn vader. Hoe ze het wist, dat weet ik niet. En toen het op de televisie kwam, met die bekentenissen, met die dingen, een geweldig succes had. En gevierd werd in heel Noord- en Zuid-Nederland, wereldberoemd werd. Toen vond mijn vader het ook prachtig. Maar mijn broer, die heeft het nooit kunnen slikken, ik weet het niet. Hij begreep twee dingen niet. Dat ik homoseksueel was geworden. Hij dacht dat je dat werd. En dat ik katholiek was geworden. Ja. Homo ben je door bij geboorte. En katholiek word je, ik zeg altijd voor het gemak, door genade. Dat is altijd goed, weet je wel. Dat is een woord waar je alles en niks mee kan doen. Als ik schrijf, als ik een boek schrijf, dan ben ik toch eigenlijk in een wanhopige stemming. En daarom... mijn boeken zijn levendig, maar... er is ook een geweldige humor, maar het is toch een sarcasme. Dat is... ja, het zijn geen blijmoedige boeken... en geen optimistische boeken. En het menselijk bestaan is een tragedie. En dat is het altijd geweest. Je wordt geboren. Je groeit op. Je wordt oud en je sterft. En Origenes die schrijft... de geboorte op aarde is het begin van de dood... Dus de visie van een schrijver kan alleen maar pessimistisch zijn. Ik geloof niet dat een kunstenaar zich ooit duurzaam gelukkig kan voelen. Dat lijkt mij onmogelijk. Je kunt natuurlijk wel eens een tijd hebben dat alles meeloopt. Kijk, de kans dat er een jongen van 17 of 18 mij op straat omhelst en zegt... ik kan alleen maar leven als ik... met u het leven mag delen. Dat is niet zo waarschijnlijk. En dan komt er een jongen langs, weet je wel, die verkoopt potten met bloemen voor een goed doel. En dan is de jongen de echte, ja, heel zachtmoedige, verlegen homo-jongen. Dat zie je aan die jongen. En dan kan je niet zeggen... kom eens binnen, ik zou nader met je kennis willen maken, weet je. Eigenlijk gaan mijn boeken niet over homoseksualiteit, maar ze gaan over de ontoereikendheid
van de menselijke liefde en de totale afhankelijkheid van de mens van Gods genade. Het is net zo tragisch als alles. De dood van mijn moeder was de zwaarste schok uit mijn leven. En er kwam nog bij, ze had het aan haar hart en er kon toen niks aan gedaan worden en dat werd steeds erger. Mijn vader wilde zij niet aan haar sterfbed hebben. En mijn broer, ja, die was meer op mijn vader dan op mijn moeder. Dus ik kwam daar, ik was in midden Engeland, toevallig niet in Londen en ook niet. En ik kon er, ik moest me haasten, het werd me verteld, het werd getelefoneerd naar die mensen waar ik was. En ik moest voortmaken. Ik vloog geloof ik van Edinburgh naar Londen en van Londen naar Amsterdam. Dus mijn vader wou ze niet meer zien. En mijn broer is waarschijnlijk ook niet frequent geweest, maar ze was alleen. En toen kwam de zuster op me af. Dat is eigenaardig en griezelig, hè? Midden in zo'n grote gang stond dan dat bed. En een zuster komt, bent u misschien de jongste zoon? Ik zeg, ja, dat ben ik. Ik zeg, ja. Zij wacht op u. Zij sterft niet voordat u terug bent. En die vrouw heeft een week gewacht op mij, of 4, 5, 6 dagen. Ja, en toen streel ik het door haar haren en toen zei ze, ze wilde nog iets zeggen, maar ze zei niet. Ze zei alleen maar, waarom duurt het zo lang? En toen kwam de zuster en die zei, nu sterft ze, nu u gekomen bent. En ze stierf in een kwartier. Ik had veel eerder uit Amsterdam weg moeten gaan. Want wie in Amsterdam blijft zitten, die bereikt niks. Er is veel te veel aan de hand. Er was dit en daar is dit en daar is die samenkomst. En daar wordt die gehuldigd en daar krijgt die een prijs en zo. En het is, ja, ik wist het zelf niet. Kijk, ik heb altijd van het ene krot naar het andere ben ik gestuurd. Omdat ik geen vriendjespolitiek kende. Weet je wel, die nietsnutten, die krijgen dan, zijn ze weer bij hun vrouw, bij de vierde vrouw weggegaan. En dan krijgen ze weer een reusachtige, riante woning te huur van de gemeente Amsterdam. Als je die mensen kent. Maar ik ken die mensen niet en ik wil die mensen helemaal niet kennen. Ik wil die burgemeester ook niet kennen en die wethouders ook niet. Het zijn gewoon Amsterdamse pooiers. Het is een gevloekte stad. Frankrijk, heb je een landgoed gekocht? Ja, ik heb een 1,5 hectare groot stuk land gekocht waar een ruïne op staat. En dat wilden we eerst herbouwen. Maar nu hebben we een belendend huis, wat geen ruïne is, gehuurd. Daarnaast zitten we ook goed. Ja. Daar zijn we een paar weken geleden geweest met ons drieën en met Henk zijn moeder, met ons vieren. Henk zijn moeder zorgt voor jullie, hè? Zij doet het hele huishouden, doet alles. Helemaal nergens hoef je meer aan te denken eigenlijk. Prima, hè? En ze vindt het erg plezierig en wij vinden het erg plezierig. Ja. Dus alles is prachtig. Hoe gaat het met de boeken? Lopen ze nog? Nou, tot u op weg naar het einde? 2 jaar geleden met die PC Hoofdprijs ging het geweldig omhoog. Waren het geweldige omzetcijfers. Toen daalde het een klein beetje. En nu, ik weet niet waardoor, is het weer flink omhoog aan het gaan. En al die boeken op weg naar het einde, 10.000-12.000 per jaar naar het natuur, 10.000-12.000 per jaar, de andere boeken toch ook 4.000-5.000 de avonden. Ik ben nu 51 jaar en enige maanden oud en ik ben deze dagen, dit najaar, 30 jaar schrijver. En die 30 jaar, dat is een zware tijd geweest. Ik heb van die 30 jaar ongeveer 20 jaar armoede, ontbering geleden. Ik heb in winkels gestolen om aan vreten te komen. En het is eigenlijk pas de laatste jaren dat het
me wat meer voor de wind gaat. Ik ben eigenlijk wel gestelder geworden, waardoor eigenlijk de Joop die ging op de centen letten en die ging kijken of dat wel klopte en of die uitgever mij niet betalen moest en of die uitgever niet veel te laten meer was en of die afrekening wel klopte. Ik heb geweldige worstelingen zelf doorgemaakt. Ik heb veel verdriet in mijn leven gehad. Ik ben een jaar of 7, 8 verschrikkelijk aan de drank geweest. Ik ben alcoholist geweest. Ik heb in de loop der jaren, zo van 1962 tot 1966, een reeks deliriums gehad, waarvan de echte grote delirium, het bijna fatale delirium in 1966. Toen heb ik het roer omgegooid. Ik ben uit de fles, uit de kruik getrokken. Ik heb de indruk dat een glas wijn wel eens iets goeds doet. Maar het blijft niet bij een glas, dat is het. Het wezen van een neurose is dat je tot geen enkele daad komt. De dadeloosheid is het eigenlijk. Dat je iets niet opschrijft, want dan heb je een zin opgeschreven, dan is die zin niet goed, dan moet die over. Kijk, Rudy Kausbroek, die versleet 30 bladen papier per dag, omdat hij telkens met iets begon en het was niet goed. Begrijp je, had hij zo'n stuk geschreven en dan was het niet goed. En dat deed ik ook, maar op een gegeven ogenblik schrijf ik het begin, de eerste paar alinea's, en dan ga ik verder. En dan ga ik later pas die alinea bekijken, die eerste alinea. En het gekke is dat als je er een heleboel maakt, dan blijkt dat die allereerste toch het beste is. Het spontaanste. En er zitten dan wel fouten in. Er moet een tussenzin moet verkort worden. Er moeten wat andere dingen. En dat was niet het juiste woord. En dat is te veel en dat is te weinig. Maar dat zie je later pas. Dat kun je niet als je met het roman begint. Het is ook een dorp met zeer schilderachtige figuren. Bijvoorbeeld de houtkoning, die 7 jaar met de duivel geworsteld heeft. En ik vroeg hem, wat wou de duivel dan precies van je? De duivel die wilde van hem dat hij niet alleen dronk als hij zin had om te drinken, maar dat hij ook dronk als hij geen zin had om te drinken. Nou, die strijd heeft hij gewonnen, de houtkoning. Ik zeg, hoe is dat gegaan? Zeg, ja, dat kun je niet alleen natuurlijk, met Gods hulp en met Gods genade. Maar nu heeft hij de strijd gewonnen en nu drinkt hij alleen als hij zin heeft om te drinken. Dus nou is alles weer goed. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat hij heel vaak zin heeft, dat wel. Het is zo, ik zit hier, ik werk hier, ik hou me staande. Het is heel gek natuurlijk om maanden helemaal alleen te zitten in een groot huis met die loeiende, dreunende, zoemende mistralwind de hele nacht. En zo. Nou, soms wordt het je te veel en dan word ik bijna gek en dan weet ik dat ik het weer eens een keer op een zuipen zal zetten. En dan breng ik mijn jachtgeweer breng ik bij de houtkoning. En dan zeg ik ben bang dat het weer zo ver is. Zegt hij, ja, dat komt wel goed. En dan drink ik me helemaal lam in een paar uur. En dan komt die man op een bepaalde tijd. Dat is altijd dezelfde tijd, dat weet ik zelf niet. Maar een bepaalde tijd van de avond of de nacht komt die man. En dan lig ik bewusteloos op de grond. En dan sleept die man me naar boven. En dan legt hij me in bed. En dan gooit hij een deken over me heen. En dan is alles weer goed. Het eigend hert had ik voor de helft geschreven. Toen ging ik naar het ziekenhuis, de operatie van 4,5 uur. Ze hebben alles eruit gehaald bijna, maar toch ook iets laten zitten. Ik kom terug, ik weet niet meer hoe ik heet en ik weet heel weinig meer. En ik denk, als ik me goed herinner, Joop, heb ik niet de eerste helft van een roman geschreven? Ja, zegt Joop, dat is zo. Kun je dat indirect dus opzoeken? Hij zoekt dat op. En ik lees die eerste
Het is, heeft geloof ik 30 of 31 hoofdstukken of 32. Het was precies op de helft, de 15e of 16e hoofdstuk. En ik moest dat gaan lezen, want ik wist dat niet meer. Ik ga het lezen, maar wat wel prettig was, ik denk... Wat kan die man goed schrijven, zeg. Ja. Echt waar. En toen had ik het weer helemaal in mijn kop. Maar ik moest het goed uit mijn hoofd leren. Toen ging ik de tweede helft schrijven. En niemand, ik daag iedereen uit... omdat om de, die waar de lijm zit. Het is een eenheid geworden. Ik heb nog nooit op een boek zo verschrikkelijk gezwoegd... dat het zo gemakkelijk geschreven lijkt. Geilheid, alias de drift van het bloed... dat was iets dat altijd dag en nacht in Wessel gewoond had... en hem waarschijnlijk nooit zouden verlaten. Vervallen huizen, treinen, verre schepen, spoorbomen... vrome huisdieren, kruisbeelden, ontstoken straatlantaarns, wolken, de maan, aandachtige muziek, matrozen, luchthelden en luchtballonnen, het horen van het volkslied en de begrafenis van een geliefde vorst of vorstin. Dit alles deed zijn mannelijk deel zich verheffen. Waarom? Omdat het geordende droefheid was. Vrijzinnig ballet... en gevoelsmatige danskunst daarentegen vervoerde hij, evenals het naakt op het toneel en betogingen op straat voor een betere en rechtvaardiger maatschappij, dingen dus die onzedelijk waren en waarop de politie behoorde in te rammen dat het een aard had. Het is schoonheid die vergaat. Een matroos, weet je wel, daar wil je graag iets mee. Al is het alleen maar omdat hij moet het pakje aanhouden eigenlijk, weet je wel. Je maakt gewoon, je tornt gewoon die broek van achteren open. Je gaat erin, weet je, van hij moet het uniform aanhouden. Dat vind ik tenminste hoor, ik ben voor gerechtigheid. Maar, ja, als je een cyclus liederen van Schubert hoort... dan is dat ook niet vrolijk, weet je wel. Maar het is echt... Ik denk dat de verzoening met het kwaad... het kwaad moet toch gedragen worden. En elk leven is vol met leed. Je hebt van die mensen... Ja, daar ga ik gelukkig niet mee om. Die vinden alles enig. Die moeten gewoon dood. Die mensen horen niet te leven. Maar ik heb het niet voor het zeggen. Ga door. De associatie droefheid, plechtigheid... Ja. En geilheid. Ja. Dat heeft met elkaar te maken. Ja, ja. Ik denk dat de dood en de aanwezigheid van de dood... de lust opwekt. Omdat er natuurlijk nieuw leven gemaakt moet worden. Niets te verwachten, niets te hopen. Er rest mij niets dan duisternis en dood. Ik zie het, maar ik wankel niet. Wie gij ook zijt, u heb ik lief. Met heel mijn hart, met al mijn bloed. En iedereen was erg gelukkig. Ik kan me handhaven in het leven. En er zijn momenten dat ik plezier heb in het leven. En ik heb momenten dat ik zeg, er is toch heel veel wat de moeite waard is om te lezen. Er is toch heel veel dat de moeite waard is om te zien. En je moet niet te kritisch zijn jegens mensen.
En je zult allerlei mensen om je heen in je buurt moeten dulden. En ze moeten je niet te na komen, maar je, ja, het gaat eigenlijk om twee dingen. Hoogmoed, die eigenlijk gebrek aan zelfvertrouwen is. En ik zal maar zeggen, spijt over het verleden en angst voor de toekomst. Maar die moet je proberen te overwinnen. En dan moet je aanvaarden dat het misschien niet lukt. En dat je misschien je gezondheid verliest. En dat je misschien tegen je wil veel te oud wordt. Eens was ik jong en schoon. Vrouwen die met mij dansten werden in mijn armen medegevoerd tot duizelingwekkende hoogten. Nu gaat niets meer omhoog. Het enige dat stijf staat zijn mijn gewrichten. Ach, waar zijt gij gebleven, zoete, bittere, onstuimige jeugd? Ja, dat was het. Wat stil om je heen, heet dat, hè? Nou, kijk, er zijn ook veel mensen die ik altijd de dood gegund heb. Maar dan zeg ik natuurlijk, dan moet je vroom en fatsoenlijk blijven, weet je wel. Dan zeg je, ik gedenk hem eerbiedig. Ik zal voor hem bidden, als ik de tijd heb natuurlijk, anders niet. Maar je moet van een aantal dingen afstand doen. En het wordt een leven van herinnering en bespiegeling. En dat hoort het ook te zijn. En je moet het proberen. Je moet proberen niet afgunstig en verbitterd te zijn. En als er een mooi jong persoon langsloopt, of die zie ik dan. Dan zeg ik, ja, ik begeer het wel. Maar ik ben niet verbitterd. Ik ben toch blij dat zo iemand bestaat. Als ik kiezen moet in deze tijd tussen gelukkig en ongelukkig, dan ben ik liever ongelukkig. Als ik gelukkig was, zou ik me geen raad weten.